Vicepresident Ashwin Adeen heeft naar aanleiding van een dreigement op social media gisterochtend een spoedbijeenkomst gehad met de pers. VP Adeen drukte de gemeenschap in zijn persstatement op het hart dat de regering de situatie onder controle heeft en dat de veiligheid bij de onderwijsinstellingen gegarandeerd is. De president heeft daarom gemeend de verschillende veiligheidsinstanties bij elkaar te roepen. De koppen bij elkaar te steken om te kijken wat hier aan gedaan kan worden. Als we denken aan cybersecurity maatregelen, en u mag ervan verzekerd zijn dat we alle maatregelen in plaats hebben. Van nu tot in de ochtend zal de bomschot op de verschillende locaties ook hun inspecties doen om te garanderen dat in de ochtend wij met surveillance slechts de verdere veiligheid kunnen garanderen. En we doen daarmee zeggende dat in principe wij de totale rust bij deze aankondigen, dat er wel gegarandeerd de mensen kunnen zijn van een zekere mate van veiligheid. Ik begrijp dat de schoolinstellingen wat bericht hebben rondgestuurd. Dat is ook goed dat men al de boodschap heeft gekregen van de veiligheidsinstellingen, de instructies gekregen hebben. Dus we mogen verwachten dat de komende uren ook de verschillende scholen, ik begrijp de universiteit, deze berichtgeving deelt met de studenten dat men gerust naar school kan gaan, naar de universiteit kan gaan. Aldus Ashwin Adeen tijdens de bijeenkomst gisterochtend met de pers. Hij gaf een statement naar aanleiding van de ontstane situatie.